Hou de focus, stoppen. Stop! Stop! Stop. En loop je klap. 604, take 2. En actie! Stop maar. Die auto's moeten eerder komen. Ja, stop maar. Victor, maak het gebaar maar ietsje. Want we moeten dat combineren met ja, het is hoog. Nou ja, het is. Ja. Stop maar. Stop maar. En ze gaan de verkeerde club binnen ook, by the way. Huh? Gaat goed? Nou, behalve dat ze de verkeerde club binnen lopen. Ja, de verkeerde club. Pim's Bowling in plaats van Club Didi. Nee. En zijn we nog niet eens aan de lunch toe. Kom op, baby. Nee, stop maar. Take 5. Nou, liep de innen ervoor. Stop maar! En hop! Nee, stop maar, hè? Ja. Oké, okay, volgende. Meneer, kijk dus. Dankjewel. Niet zo bescheiden. Nee, ja? Pak! Nee, maar is het niet wat fris om nu al zo te zitten staan? Nou, ik kan me even laten zien aan zo. Oh. Dus die moet er nog even wat over zeggen. Zal ik zo? Ik moet even naar haar kijken, want die staat daar koud te vatten. Ja, ik weet het. Ik heb het net bekeken. Ja, ik zou het... Nee, ik ja. Het ietsje meer. Het is iets te beschaafd nou. Ja, maar dit is ijs. Dit is dit hier. Kijk, dat schuif je niet even van de straat. Nee, ik wil het niet zwart verven. Maar hoe groot stuk moet sneeuwvrij worden? Ja, dit stuk weg. Dit? Ja. Tot aan daar. Het is wat anders dan stofzuigen. De ene keer dat hij naar mij toe komt, hè, ja. Wat je net deed, hè? Dan zeg ik dat ik dan zo ga lachen zo, ja. Wat ik er net deed. Ja. En dan abrupt stop en dan bang zo. Dat vind ik aardiger, want dan ja, okay. Is het voor hem. Oké. Zo voor. Rustig. Ja. Ja, dat is een goed soort verwarring. Ja, eigenlijk sta je. Eigenlijk, als je een beetje een afstand van je hand hebt zo, moet je een beweging maken dat je hand van hier naar daar komt. En als Victor door mee beweegt, is het pats. En dan zo weggeraakt. Juist. Met hem harder. Wat wacht je al te regelen? En jij nog op de kluitjes. Ja, hou je nou op met dat gebleven! Jij nog op de kluitjes gaat zitten en jij bij. Ik die wel dit, zeg ik! Zeg, idee denkt dat jij een boel flest. Wacht even. Respect voor die kleine! Als je geen respect voor die kleine hebt, dan stijg op je kop eraf, kankerwijf! Sorry, dat zei God. Ongeveer klaar voor het shot. Ja, krijgen we dat. Krijgen we dat nou? Murphy's Law. Murphy's Law. Nee, dat geloof ik niet. Murphy's Law. Ja, oké. Hey! Ja. En het stopt. Oh nee, en het begint. Wat had je nou niet moeten zeggen? Sorry. Nee, maar ik voel dat dit niet lang wordt. Gewoon lunchen. Ja, we gaan lunchen. Lunch. Ja, gewoon. Alsjeblieft. Nog één voor de baas, alstublieft. Waarom ben je dit gaan doen? Wanneer begon dat? Wanneer begon dat virus? Hoe oud waren we, meneer Van der Velde? Ik woonde in Afrika met mijn ouders. En dat was verder een klein dorpje. Er was totaal geen amusement, behalve één bioscoopje. En dat draaide dus iedere dag Franse films. Dat was, ja, dat was gewoon bij achter een restaurant, want een hotelletje was dan een soort zaaltje. En mijn ouders gingen altijd in het restaurant pilsje drinken en
socializen. En ik werd naar het zaaltje gestuurd. Dus ik heb daar heel veel, vooral van die Franse films gezien. En dan voornamelijk, was of Louis de Funès, ontzettend, of van die films van mannen die oelala in hotelkamers de verkeerde kamers binnenstappen waar dan net iemand de douche in of uit gaat of zo. Dat staat me ook nog heel erg bij. Wat is nou het leukste van het proces? Is dat het bedenken? Is dat de set? Is dat de montage? Ja, het is een beetje. Het is allemaal leuk op zijn eigen manier. Laat ik zo zeggen, ik denk dat. Nou, dit is afzien en toch leuk? Ja, dat is ontzettend leuk omdat het zo'n sociaal gebeurtenis is. Ik bedoel, en het leuke is om te zien dat. Dat alle mensen met wie je werkt dingen toevoegen aan wat je bedacht hebt. Het leuke van schrijven is, want ik ben voor mezelf eigenlijk het meest een schrijver, omdat ik ik vind dat daar de belangrijkste van film maken, voor mij althans, ligt. Dat je een goed verhaal krijgt met karakters. En ik merk dat dat eigenlijk ook voor jezelf het meest bevredigend is, dat je van niets iets maakt. En als die karakters dan gaan leven, die schrijft dan Joegoslavische moordenaar en dan staat André op de set. Dat lijkt me wel kicken. Dat is ontzettend leuk. Ja. Bedoel, het meest rare moment is toch altijd dat op het moment dat je script hebt geschreven en mensen gaan over dat script praten en noemen de namen van je hoofdpersoon. Die zegt van ja, god, die Eddie. Dat voel je wel lekker dan. En dan heb je zoiets, Eddie. Oh, dat heb ik bedacht. Eddie, dat is gewoon. Hart! Kees, stop maar. Einde tape. Dat je hem vannacht op de voorschijn haalt en onder die jas stopt. En dan precies dat. En dan nog eventjes dat gebaartje hier dat je hem. Eventjes, het ziet er echt uit, het ding zit. Precies, die twee dingen. En dat moet je eigenlijk in het loopje van hier ongeveer naar waar jullie uitkomen, bij die baksteen. Mies, je hebt hem. Die eerste vond ik eigenlijk het beste. Zonder iets. Zonder iets. Lekker warm. Heet, niet echt. Oké, stop maar. Oké, meteen nog een keertje. Victor? Het is een goede toon, maar er zat wat hapering in. 618, take 4. Helpt! Bijna. Zitten. Dus hij drukt op zo'n afstandsdingetje van die autosleutels. En deze lampen gaan aan. Hij denkt, hoe kan het? Loopt naar de auto. En op dat moment komen op de achtergrond die twee Joegoslavische moordenaars naar buiten. Kans, kun je nog ietsje verder terug? Ja. Maar dat denk je alleen maar. Kut, ik heb een probleem. Dat zeg je niet hardop. Oh, maar we zaten niet in de auto. Is het jouw auto, joh? Ik bedoel, dan op het moment dat het hier is. Mooi kleurtje. Ja. Snel te gaan. Repetitie. Jasje weer aan of we gaan meteen door? We gaan meteen draaien. Oké. We kunnen het aanloopje ietsje langer maken nog. Het aanloopje. Dat hij dan daar komt en dan weg. Ja, die was goed. Yes. Die was goed. It's a wrap! Yes. Cheers. Yeah. Cheers. Ik ben. Op lek, hè? Ja, op lek. Laten we daar even op toasten. Ja, ik ga even. Kijk toch aan je. Nou, slaap lekker. Is goed. Ik vond het hartstikke leuk. Oké. En tot misschien de volgende keer. Ja. Yeah.
Slaap lekker, hè? Oké, okay. Doei. En sterkte nog, ja. Hè, met een paar laatste dagen. Dankjewel. Dag. Hoi. Morgen, morgen. Wat hoor ik? Het krieken der dag. De La EPA. Meneer Linschoten, is dat uw chance bij de VVD om nog zo laat te bellen? Ja, nee, ik weet dat u geen politicus meer bent, praktiserend, maar toch nog wel VVD'er in hart en nieren. Het gaat goed in het bedrijfsleven. Zo goed dat u zich mij kunt permitteren. Nou, op dit moment heeft u helemaal niets aan mij, meneer Linschoten. Volgende week. Geheel ter uw beschikking. U ook wel te rusten.